Hoi allemaal, dierenvrienden, Ellen hier. Vandaag wil ik het hebben over iets heel belangrijks voor ons allemaal die huisdieren hebben. Jullie weten hoe gek ik ben op mijn huisdieren. Ze zijn niet zomaar dieren, ze zijn familie. We delen zoveel mooie momenten samen, van wandelingen in het park tot knuffels op de bank. En net als bij onze mensenfamilie willen we onze harige, geschubde of gevederde vrienden veilig en wel houden. Soms gebeuren er ongelukken. Huisdieren raken verdwaald. Het kan iedereen overkomen, zelfs als je heel voorzichtig bent. Dat is hartverscheurend voor iedereen. Het gevoel van verlies en de onzekerheid kunnen overweldigend zijn. Je vraagt je constant af waar ze zijn en of ze veilig zijn. Maar er is een simpele manier om de kans op een blije hereniging te vergroten als je geliefde huisdier ooit vermist raakt. Het heet microchippen en het is echt een uitkomst. Een microchip is een klein apparaatje, ongeveer zo groot als een rijstkorrel, dat onder de huid van je huisdier wordt geplaatst. Het proces is snel en vrijwel pijnloos, vergelijkbaar met een vaccinatie. Eenmaal gechipt, kan je huisdier altijd worden geïdentificeerd, zelfs als ze hun halsband verliezen. Dit vergroot de kans dat je je huisdier snel terugvindt. Laten we meer leren over deze geweldige technologie en hoe je mee kunt doen aan een speciaal evenement dat het chippen van je huisdier makkelijker maakt dan ooit. Er zijn vaak lokale evenementen waar je je huisdier gratis of tegen een gereduceerd tarief kunt laten chippen. Dit is een geweldige kans om ervoor te zorgen dat je huisdier altijd veilig is, ongeacht wat er gebeurt. Deze evenementen zijn ook een geweldige manier om andere huisdiereigenaren te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Je kunt leren over de nieuwste technologieën en tips krijgen over hoe je je huisdier het beste kunt verzorgen. Dus, markeer je kalender en zorg ervoor dat je erbij bent. Samen kunnen we ervoor zorgen dat al onze huisdieren veilig en gelukkig zijn. Bedankt voor het kijken en vergeet niet om je huisdier te laten chippen. Tot de volgende keer, dierenvrienden. Stel je voor, je laat je kat naar buiten voor zijn ochtendelijke ontdekkingstocht. De zon komt op en je kat begint aan zijn dagelijkse avontuur. De uren verstrijken terwijl je bezig bent met je dagelijkse taken. Het is etenstijd en je harige vriend is nog steeds nergens te bekennen. De bezorgdheid slaat toe. Je roept zijn naam, maar er komt geen antwoord. Je kijkt uit het raam, hopend om een glimp van hem op te vangen. Is er iets gebeurd? Waar zouden ze kunnen zijn? Je begint door de buurt te lopen, roepend en zoekend. Je plakt posters op met zijn foto, in de hoop dat iemand hem heeft gezien. Het verliezen van een huisdier is een angstaanjagende ervaring. Het is alsof je een deel van je hart kwijt bent. De onzekerheid en angst kunnen overweldigend zijn. Het is alsof je een deel van je familie verliest. De leegte die ze achterlaten is voelbaar in elk hoekje van je huis. Je herinnert je de momenten van vreugde en gezelschap die ze brachten. Het goede nieuws is dat we stappen kunnen ondernemen om dit hartzeer te voorkomen. Een van de meest effectieve manieren is het laten microchippen van je huisdier. Dat is waar microchippen om de hoek komt kijken. Een kleine chip ter grootte van een rijstkorrel kan een wereld van verschil maken. Het proces is snel en vrijwel pijnloos voor je huisdier. Het is alsof je je huisdier een stem geeft, zelfs wanneer ze verdwaald en bang zijn. Met een microchip kunnen dierenartsen en opvangcentra je huisdier snel identificeren en je op de hoogte brengen. Dit vergroot de kans op een snelle en veilige hereniging aanzienlijk. Het geeft je gemoedsrust, wetende dat je een extra laag bescherming hebt toegevoegd voor je geliefde metgezel. Dus,
Als je nog niet hebt overwogen om je huisdier te laten chippen, is het nu de tijd om dat te doen. Het kan het verschil maken tussen dagen van angst en een vreugdevolle hereniging. Dus, wat is een microchip precies? Een microchip is een klein elektronisch apparaatje dat een unieke identificatiecode bevat. Deze code is gekoppeld aan jouw contactgegevens in een database. Het is een klein apparaatje, ongeveer zo groot als een rijstkorrel. Ondanks zijn kleine formaat kan het een wereld van verschil maken voor jou en je huisdier. Geen zorgen, het is volledig veilig en pijnloos om te implanteren. De procedure is snel en eenvoudig, vergelijkbaar met een vaccinatie. Je huisdier zal nauwelijks iets voelen. Het gaat onder de huid van je huisdier, meestal tussen de schouderbladen. Dit is een veilige plek waar de chip niet zal bewegen en gemakkelijk te scannen is. Deze microchip bevat belangrijke informatie, jouw contactgegevens. Zodra de chip is geïmplanteerd, worden jouw gegevens geregistreerd in een nationale database. Als je huisdier gevonden wordt, kan een dierenarts of asiel de chip scannen en ben je in een mum van tijd herenigd. Dit systeem werkt wereldwijd, dus zelfs als je huisdier ver van huis raakt, is er een goede kans dat jullie weer samenkomen. Het is net magie, maar nog beter, het is wetenschap en compassie die samenwerken. Dankzij deze technologie kunnen talloze huisdieren veilig naar huis terugkeren, wat gemoedsrust biedt aan eigenaren overal ter wereld. Microchips zijn een kleine investering met een enorme impact. Dit jaar op Werelddierendag maken we microchippen nog gemakkelijker en betaalbaarder. Zet het in je agenda. Chipactie. Op deze dag bieden deelnemende dierenartsen in het hele land microchippen aan tegen een sterk gereduceerd tarief. Het is de perfecte gelegenheid om jouw huisdier dit belangrijke geschenk van veiligheid te geven. We begrijpen dat kosten soms een probleem kunnen zijn. Daarom is tijdens Chipactie de prijs van microchippen aanzienlijk lager dan normaal. Bovendien bieden veel gemeenten zelfs extra subsidies aan om het voor iedereen toegankelijk te maken, want elk huisdier verdient een kans om zijn weg naar huis te vinden. Dit geweldige initiatief is een gezamenlijke inspanning van dierenwelzijnsorganisaties, dierenartsen en gemeenten in het hele land. Iedereen komt samen om een verschil te maken in het leven van huisdieren en hun families. Het is een echt bewijs van de kracht van gemeenschap en onze gedeelde liefde voor dieren. Zelfs als je je huisdier al hebt gechipt, vertel het verder. Vertel je vrienden, familie, buren en mededierenliefhebbers over Chipactie. Deel het op sociale media. Hang flyers op bij het lokale hondenveldje. Of vertel het vandaag nog aan iemand. Samen kunnen we echt een verschil maken in het herenigen van verloren huisdieren met hun families. Het maakt niet uit wat voor huisdier je hebt. Een hond, een kat, een konijn, zelfs een vogel. Ze verdienen de veiligheid van een microchip. Het is een kleine stap die een wereld van verschil kan maken. Laten we ervoor zorgen dat elke harige, gevederde en geschubde vriend een veilige haven heeft om naar terug te keren. Dus, waar wacht je nog op? Zet Chipactie in je agenda. Bezoek een deelnemende dierenarts en geef je huisdier het geschenk van veiligheid. Laten we er samen voor zorgen dat verloren huisdieren tot het verleden behoren. Vergeet niet, een kleine chip kan een wereld van verschil maken. Tot dan!